Goedenavond. Opnieuw een Iraakse raketaanval op Saoedi-Arabië. Een klein uur geleden ging in Dahram het luchtalarm af. Ook in het oliestaatje Bahrein zijn de sirenes gaan loeien. Met het laatste nieuws aan de telefoon nu onze verslaggever daar, Job Frizo. Job, goedenavond. Het heeft geloof ik maar kort geduurd, hè? Nou, totaal heeft het officiële luchtalarm 3 kwartier geduurd. Maar de aanval zelf was zeer kort maar hevig. In de laatste paar minuten voor 8 uur... hebben wij een knal op 7A8 gehoord. Maar ik weet niet of het allemaal knallen van luchtrakken van de Iraakse skudraketten waren. Want ook de Patriots die afgevuurd worden maken natuurlijk knallen, ook als ze missen. Ja, wij hebben daar net wat beelden van binnen gekregen. Die kunnen we nu misschien even laten zien. Beelden waarop je duidelijk ziet waarschijnlijk een Patriot-raket. Als we die nu even tevoorschijn kunnen toveren. Die zie je hier. En je hoort op de achtergrond duidelijk het luchtalarm. Dat werd gegeven. Reageerde iedereen overigens meteen? Ja, de mensen reageren heel snel, hoewel er natuurlijk ook een paar keer vals alarm geweest is. Maar ze begeven zich in paniek, al dan niet in paniek, toch meestal naar de schuilkelders van hotels. Waar ze hun gasmaskers op moeten zetten en hun gaspakken aantrekken. Daar moeten ze dan het zijn veilig afwachten. Die beelden krijgen we op het ogenblik te zien. Je ziet mensen in de gang van een hotel gaspakken aantrekken, gasmaskers opzetten. Was de paniek groot, Job? Nou, voor zover wij het in onze buurt konden zien, niet zo erg. Aan de overkant van ons hotel zie je altijd een stuk of 10 à 20 Aziatische mensen uit de huis aan de overkant naar ons hotel komen. Dat hier in ieder geval een gasdichte ruimte is. We zien ze. In de rest van de stad kan ik het niet beoordelen. In de grote hotels van de mensen vrij gedisciplineerd naar beneden, naar de kelders. Ja. Omdat ze het natuurlijk ook al een aantal keer hebben meegemaakt inmiddels. Ja, we zagen net een verslaggever die bovenop het hotel stond en die schrok van de aanval. Ik heb begrepen dat iedereen zich dus wel hield aan de oproep om de schuilkelders in te gaan, behalve de verslaggevers. Ja, het werk gaat door. Ja. Is alles nu weer rustig? Op het ogenblik is het gelukkig heel erg rustig hier, hoewel je het natuurlijk toch niet weet wat er verder gaat gebeuren. Zeker niet na de toespraak die Saddam Hussein gehouden heeft, waarin hij heeft aangekondigd dat hij toch nog wat kaarten in zijn mouw heeft zitten. Ja, Job, voor dit moment dank je wel. Raketten richting Saoedi-Arabië, toch zijn de Amerikanen optimistisch. Bij de zwaarste bombardementen van de afgelopen 4 dagen zijn vandaag, volgens Amerikanen, alle vaste en meer dan 20 mobiele raketinstallaties verwoest. Daarmee worden de beruchte Scuds afgevuurd. Saddam Hussein weigert te buigen. Hij dreigde vandaag in een radioboodschap dat de echte klap nog moet komen. En die zal door Irak worden uitgedeeld. Het is onduidelijk of de toespraak van Saddam Hussein rechtstreeks was of van tevoren opgenomen. Waarschijnlijk omdat Irak grote problemen met de stroomvoorziening heeft, was Radio Baghdad heel slecht te ontvangen. In zijn toespraak zei de president dat hij nog maar een fractie van zijn wapenarsenaal heeft ingezet. Onze grondtroepen zijn nog niet ingezet en we gebruiken maar een klein deel van onze luchtmacht. We roepen alle Arabieren en gelovigen op om waar dan ook de heilige oorlog te voeren en de krachten van het kwaad, verraad en corruptie aan te vallen en toe te slaan, waar ze zich ook bevinden. De woordvoerders van de Amerikaanse strijdkrachten zijn nog steeds heel optimistisch over het verloop van de luchtaanvallen. Ze zijn vooral tevreden over het feit dat de verliezen bijzonder klein zijn. As of 6 o'clock today, our aircraft were responsible for destroying 15 Iraqi aircraft in air-to-air combat, of which 10 were MiG-29 Fulcrums, 4 were F-1 Mirages, and we believe the 15th aircraft to be a MiG-23 Flogger. Of this total, 5 have been shot down today. As of today, the United States has incurred 8 aircraft losses due to enemy fire. In totaal hebben de geallieerden nu 15 vliegtuigen verloren in meer dan 7000 vluchten. Volgens de legerwoordvoerder is dat een uitstekend resultaat, vooral gezien de kracht van de Iraakse luchtafweer. We're looking at some of the most formidable air defenses ever encountered. They have terrific air-to-ground or air-to-air assets, both in their anti-aircraft artillery and their SAMs. We're neutralizing those. We're disrupting the command and control to those assets. In eliminating those assets, you can't get them all. And you're going to receive some losses. But I would think, and I'd like to say that the amount of destruction and the amount of damage that we're inflicting on Iraqi forces and Iraqi soldiers is tremendous. De verblijfplaats van Saddam Hussein is onbekend. Volgens generaal Schwarzkopf, opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, houdt de Iraakse president zich schuil in een omgeving waar zich geen militaire doelen bevinden.
We've had many reports that say that he is now, since we've announced that we're not targeting innocent civilians, that he's taken to hiding in buildings that, and hotels and things of that sort that are deep among innocent civilians, with assured knowledge that we're not going to go in there and kill a lot of innocent people. So I think that's the best answer I can give you. Again, we're not going after Saddam. If I can eliminate his ability to communicate with his forces, and I'd be entirely satisfied with that result. De tweede fase van de operatie Desert Storm lijkt de inzet van geallieerde grondtroepen te gaan worden. De tweede panzerdivisie van het Amerikaanse leger, gestationeerd in het oosten van Saoedi-Arabië, verplaatst zijn materieel naar het noorden richting de grens met Kuwait. De militairen zijn er zeker van dat ze in deze dagen de opdracht krijgen om in actie te komen. Na een reis van zo'n 170 kilometer graven de militairen zich opnieuw in. Israël zal wel degelijk wraak nemen voor de twee raketaanvallen door Irak. Volgens de Israëlische ambassadeur in België zal dat niet met atoomwapens gebeuren. Hij zegt dat Israël wel andere middelen heeft. Maar een vergeldingsactie komt er. Die verzekering gaf ook minister Arends van Defensie. Our public relations image is important. And the compliments that are showered on us because of the low-profile attitude we've taken, they're certainly appreciated in Israel. But first and foremost, we do have to protect our population. And that we're going to do it responsibly. Israël voelt zich nu beter beschermd tegen de Iraakse raketten. Amerikaanse Patriots zijn opgesteld om de raketten uit de lucht te schieten. Ze worden nog bediend door Amerikaanse technici. De snelle hulp en de komst vandaag van een hoge Amerikaanse delegatie wordt in Israël erg gewaardeerd. De Amerikanen, onder leiding van staatssecretaris Eagleburger, bekeken de schade van de Iraakse raketten en ze zullen met Israël de strategie bespreken van de Golfoorlog. Ze tonen een sterke verbetering van onze betrekkingen met Amerika, zegt de regering. Ondanks de Patriot-afweerraketten voelen veel Israëli's zich allesbehalve veilig. Ze vluchten met honderden naar Jeruzalem, de stad die nog wordt gespaard door de Iraakse raketten vanwege zijn vele Arabische inwoners en zijn islamitische heiligdommen. De vluchtelingen komen uit Haifa en uit Tel Aviv. Er zijn ook Israëli's die bescherming zoeken in andere gebieden, zo meldt Eddo Rosenthal. Ja, vooral in Tel Aviv en omstreken en ook in Haifa. Zijn duizenden mensen, misschien wel tienduizenden, die wegtrekken zuidwaarts. Vooral het gebied ten zuiden van de lijn Ashkelon en Ashdod tot aan de zuidelijke havenstad Eilat. Alle hotels die vorige week nog helemaal leeg waren, die zitten daar nu vol. Maar ook heb je veel mensen die naar Jeruzalem trekken en naar de bezette gebieden, vreemd genoeg. En naar Jeruzalem, omdat daar meer dan 150.000 Palestijnen wonen. En omdat daar de twee moskeeën, de Al-Aqsa en de Omar-moskeeën staan, dat is de derde heilige plaats voor de Mohammedanen. En men denkt dat daarom Jeruzalem geen doelwit zal worden voor een Iraakse raketaanval. En je hebt ook veel mensen, duizenden mensen volgens de Israëlse radio, die opeens naar de Joodse nederzetting in de bezette gebieden gaan. Omdat die liggen in een gebied waar honderdduizenden Palestijnen wonen. En men ook denkt dat daardoor ook daarop geen Iraakse raketaanval te verwachten is. Maar dat is de meest merkwaardige situatie eigenlijk. Want nog een week geleden durfde vrijwel geen Israëli meer naar de bezette gebieden als hij daar niet per se woonde. Vanwege de intifada, de Palestijnse opstand. En nu een week later, door Saddam Hussein, beschouwen allerlei Israëli's dat juist als voor hun de meest veilige gebieden. Vooral in vergelijking tot hun woonplaatsen Tel Aviv en omstreken. Een kort overzicht van nieuws eerder vandaag. De Iraakse televisie zal vanavond 7 krijgsgevangenen hebben laten zien. Volgens de Iraakse televisie zijn het 7 piloten, 3 Amerikanen, 2 Britten, een Italiaan en een Kuwaiti. Dit zijn de eerste foto's die van Iraakse krijgsgevangenen zijn gemaakt. Ze worden ondervraagd door een Amerikaanse marinier. Naast deze groep Irakezen zouden de geallieerden vandaag nog eens 11 Iraakse soldaten gevangen hebben genomen.
De eerste oorlogsvluchtelingen uit Irak druppelen Jordanië binnen. Het gaat om enkele honderden vluchtelingen die ondanks de heftige bombardementen toch Irak durfden te verlaten. Tentenkampen van het Rode Kruis worden ze opgevangen. Journalisten ter plekke tekenen angstige verhalen op. Kinderen huilden voortdurend. Ik dacht dat ze van angst zouden sterven, vertelde een van hen die uit Bagdad was gevlucht. Verwacht wordt dat er nog eens honderdduizenden vluchtelingen naar Jordanië zullen komen. Nederland heeft grotere militaire transportvliegtuigen nodig, dat vindt kolonel Kok, commandant van de Nederlandse schepen in de Golf aan boord van de Zuiderkruis. Volgens hem ontstaan zonder die vliegtuigen problemen bij deelneming aan grote militaire operaties. Hij wijst daarbij naar de vertraging die is opgelopen in het transport van het noodhospitaal. Als die transportvliegtuigen er niet komen, vindt commandant Kok dat de wet moet worden versoepeld, zodat toestellen van de burgerluchtvaart kunnen worden gevorderd. De horeca in ons land heeft zwaar te lijden onder de golfoorlog. Restaurants blijven vrijwel leeg, congressen worden geannuleerd. De ellende begon al een paar dagen voor de afloop van het ultimatum dat aan Saddam Hussein was gesteld. Veel gasten besloten te annuleren of vertrokken hals over kop. Als ik in het boek kijk voor volgende week, dan staan er alleen maar strepen overal door. En er zijn ook mensen die er onmiddellijk vandoor zijn gegaan. Ja, deze week hadden we een congres hier met een 15-tal kamers. En die hadden voor een aantal dagen geboekt met vergaderingen, diners. En die zijn er eigenlijk na één dag hebben ze toch maar besloten weer terug te gaan naar hun land. Grote congressen worden afgezegd, vooral door Amerikanen. Deze situatie geldt voor alle hotels en restaurants. De horeca is bang dat het niet bij een paar weken blijft. Veel mensen maken op dit moment hun plannen om van de zomer weer op reis te gaan. Onder andere natuurlijk ook de Amerikanen. En ik heb sterk de indruk dat men onder invloed van de situatie nu plannen maakt om in eigen land te blijven. De horecaf vergelijkt de situatie met 1986, de ramp bij Tsjernobyl. Dat jaar was er 15% minder omzet. Tot zover de golf. Ander nieuws. Vanuit Riga, de hoofdstad van de Baltische Republiek Letland, wordt gemeld dat het stadscentrum het toneel is van zwaar mitrailleurvuur. Vanaf hoge gebouwen in de stad worden ook lichtspoorkogels afgevuurd. De situatie in Riga is gespannen. Pro-Moskou-communisten staan lijnrecht tegenover de regering die streeft naar onafhankelijkheid. Dat was het voor nu. Goedenavond. We zijn weer terug over een uur.